zijn hier je kaaskoekjes aan het maken. Dat is eigenlijk gewoon een zetdeegje met heel veel kaas erin. En dat gebruiken we voor, die komen in zouten koekjes, gesorteerd bij elkaar te zetten. Er komen verder nog hazelnootzoutjes bij en amandelstengels bij. En zouten krakelingen en kaasvlemmers. Dat is eigenlijk een koekje om s'avonds bij het Chelsea bij een lekker glaasje wijn op te kunnen eten. Nou 50 minuten gezeten en dit is meestal zo dat het meteen in één keer allemaal gaar is. Maar er zijn natuurlijk ook producten die als de wekker afloopt en het programma is klaar, dan moet het nog 1 of 2 minuten nog nagebakken worden. Maar op het algemeen kloppen de programma's dus meestal wel. De patisserie is opgericht in 1923 door mijn opa. En zelf ben ik dus de derde generatie. Het bedrijf is gestart in de binnenstad van Venlo, vlakbij het stadhuis. En na de oorlogsjaren is het bedrijf verhuisd naar de Grote Kerkstraat. In de jaren 50 is mijn vader vervolgens in het bedrijf gekomen. Die heeft het bedrijf uitgebouwd en vervolgens gekozen om in 1966 naar deze huidige locatie de productie te verplaatsen. Sinds kort hebben we ook de mogelijkheid om via de mobiel te bestellen en af te rekenen. Dat gaat middels de app My Order. Die kun je dus gewoon downloaden en op je telefoon zetten. Vervolgens ga je naar de juiste rubriek toe, dat is de rubriek geschenken. Daar hebben wij chocolade wenskaarten op staan en chocolade greetcards. Je tikt de juiste keuze aan en je zegt vervolgens dat je deze wilt bestellen. Je tikt eventueel dat adres in van de ontvanger en je gaat daarna naar het afrekenscherm en de bestelling is gemaakt.